سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij deze vragen we jullie dringend om hulp. Beste mensen, het gaat om een jonge broeder die heen is gegaan. De broeder was helaas niet verzekerd. Sterker nog, de broeder heeft geen familie. En wat nog erger was, is dat de broeder aanstaande 19 januari begraven zal worden bij een niet-islamitische begrafenis. Dus tussen de niet-moslims. En je kent het wel, zonder wassing, zonder het dode gebed. Alhamdulillah zijn wij gebeld en hebben ze ons gevraagd om te helpen. Uiteraard heeft Stichting Najiba ja gezegd, want hier staat Stichting Najiba onbekend. Dat wij dit soort mensen of broeders en zusters kunnen redden en alsnog een islamische uitvaart kunnen geven. Want deze broeder zal gewoon met kleding begraven worden, zonder wassing en zonder het dode gebed, subhanallah. En daarom doe ik gelijk ook een oproep, beste mensen. Mocht je dit tegenkomen, twijfel niet, neem gelijk contact op met Stichting Najiba. En om dit te voorkomen, want wij als umma zijn hier verantwoordelijk voor op de dag des oordeels. Geen inshallah, totale kosten zijn natuurlijk uiteraard wat duurder, omdat de uitvaart die gepland was bij de niet-moslims geannuleerd is en waardoor wij de kosten moeten betalen. Totale kosten wat extra zijn 840 euro, die moeten wij extra betalen omdat die kosten zijn gemaakt. Totale kosten zijn 4.340 euro. Dus 4.340, beste broeders en zusters. Doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar 1 euro. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Wie de moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven. Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. En wat ik altijd nog belangrijker vind, ook wat ik zeg. Is dat deze broeder op de dag des oordeels ook een getuige voor ons zal zijn. Dat we hem niet in de steek hebben gelaten, maar dat hij een getuige voor ons zal zijn op de dag des oordeels. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hiervoor behoeden en alle broeders en zusters. Allahumma amin, wa barakallahu fikum, wa jazakum allahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.